Tientallen mensen waren naar de herdenking op basisschool De Klaverhoek gekomen. Daar zitten drie kinderen van de vermiste schipper. Mensen kunnen tekst kwijt. Dat is een hele aardige initiatieven om een persoonlijk woordje te richten tot bijvoorbeeld de echtgenoot van hem. En ja, mensen kunnen er ook een beetje van zich af praten, schrijven. Alles helpt dan een beetje, denk ik. Dus goed dat zo'n initiatief er is. De boot van Rick Broekmeulen werd donderdagnacht geladen door een zandzuiger toen het rond middernacht plotseling kapseizde. De vader van Rick kon na acht uur worden gered, evenals een matroos. Naar Rick werd nog gezocht, maar de zoekactie is sinds maandag gestaakt. Ik heb uh, zelfs als man zitten huilen toen ik zat te schrijven. Nou, zegt nou zeg dat niks bijvoorbeeld, maar ik heb ook, ook mh, vrouwen en ook mannen uh, zien huilen. En dat is toch wel een, een, een ding. En dan dorm kan je ook wel zien dat het toch ook wel leeft op zo'n dorp. De binnenvaart heeft geen idee hoe het schip van Broekmeulen kon kapsijzen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.